kiezen voor hout en daarmee bossen beschermen. Per minuut verdwijnen er wereldwijd 48 voetbalvelden aan bos. Dit gebeurt vooral in tropische bossen in de Amazone, het Afrikaanse Congo-bekken en Zuidoost-Azië. Ontbossing zorgt op jaarbasis voor 15% van de wereldwijde CO2-uitstoot en speelt dus een grote rol in klimaatverandering. Daarnaast zijn 80% van alle dieren op de wereld afhankelijk van het bos, evenals miljoenen mensen die in het bos leven of werken. Hoe u door hout te gebruiken juist een bijdrage levert aan de bescherming van bossen wereldwijd, vertelt Mark Kemna. FNC Nederland is een stichting die samen met partners, zoals gemeenten en coöperaties, bezig is met het vergroten van het marktaandeel van FSC hout en papier. En dat is belangrijk, want daarmee vergroten we ook de kansen voor duurzaam bosbeheer. Het aardige is dat op het moment dat wij FSC hout en papier toepassen in projecten, dan wordt er ook meer bos gecertificeerd en dat betekent dat er ook meer bos beschermd kan worden. En dat is vooral belangrijk omdat bijvoorbeeld de klimaatverandering ook wordt tegengegaan. En men zou meer hout moeten gaan gebruiken als bouwmateriaal, omdat hout een heel milieuvriendelijk materiaal is als je het vergelijkt met andere materialen zoals kunststof, composiet of beton. En daarnaast is het heel goed om hout te gebruiken, omdat, tenminste als de herkomst klopt, dus je moet wel kijken naar het keurmerk van FSC, maar als die herkomst klopt, dan bescherm je er ook bossen mee. Uit onderzoek blijkt dat toch ook mensen aarzelen om tropisch hardhout toe te passen. En dat is jammer, want op het moment dat je tropisch hardhout toepast en de herkomst is goed, dan bescherm je daarmee juist bossen. Aan de andere kant, er zijn ook bijvoorbeeld gemeenten die wel de juiste keuze maken en die met tropisch hardhout aan de slag zijn in projecten. Zo is er de gemeente Bodegraven-Reewijk die met bruggen van tropisch hardhout aan de slag is gegaan. Tropisch hardhout is een mooi duurzaam materiaal, natuurlijke uitstraling, een duurzaam materiaal, mits ze natuurlijk uit een duurzaam bos komen. En als je hardhout gebruikt, dan lever ik een bijdrage aan de bosbouw, zodat ze niet verbrand worden om ruimte te maken voor sojateelt en voor olieteelt. Dus het is ook nog een hele mooie bijdrage aan duurzaamheid. De gemeenteraad van de gemeente Bodegraven-Reewijk heeft vastgesteld dat we in 2035 klimaatneutraal willen zijn. En iedere stap die we doen moet daar een bijdrage aan leveren. En daar past ook de keuze in van materialen die we toepassen. Dus vandaar ook een brug van hout, maar dan wel van duurzaam hout. En dat doen we zelfs met de vloerbedekking in het gemeentehuis. Dat doen we met alle materiaalkeuzes. Dus kortom, we willen gewoon deze gemeente en onze kinderen beter doorgeven dan we zelf aantreffen. Er zijn aandachtspunten bij de toepassing van hout. Het is een bijzonder milieuvriendelijk materiaal, maar dan moet wel de herkomst kloppen. Dus dat betekent op het moment dat je kiest voor hout, zorg dan wel dat je werkt met een gecertificeerde aannemer. Want die kan aantonen dat het hout wat je gebruikt ook daadwerkelijk uit een goed beheerd bos komt.